radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Ik ben een buurman van Herman. Jeroen. Achternaam? Bakkerbos. Nee. Kun je niks aan doen? Nee. Dat drumstel heb jij uitgeleend. Ja. Ik zei al, vorig jaar spraken we elkaar ook. Jij bent eigenaar van een drumschool. Ja, drumschool en drumspeciaalzaak in Zwolle. Ja. En dat is nu het vierde jaar of zo dat je drumstel in de Huibrink Hotel sponsor. Ja. Grappig eigenlijk, hè? Ja. Zijn er meer muziektenten die zoiets doen hier, weet jij dat? Nou, hier in Jonge Nederland eigenlijk niet. Oh, sowieso niet? Sowieso niet op drumgebied, nee. Nee. Maar zou er iemand zijn van, weet ik veel, piano's en orgels uit school, weet ik veel, ik er altijd uit, dat die hier een piano neer zouden zetten? Nou, nee, hier niet. Nee. Nou, uniek. Ja, zeker. Ja, toch? Ja, maar dat is ook leuk. Dat is heel leuk, maar tegelijkertijd denk ik van, stel dat ik daar even achter ga en ik doe iets verkeerd en dat ding gaat kapot. Maar het is gewoon fysiek natuurlijk. Ja. Dat zien we dan wel weer. En dan moet er daar zijn. Ja, precies. Nee, daarom dat is. Elke drummer weet eigenlijk wel gewoon hoe die met spullen om moet gaan. Dus. Ja. Nou, en als je. Want jij geeft ook les. Maar sorry dat ik even tussendoor, maar er zijn ook nog drummers die speciale eisen hebben. Die moeten dit soort backers hebben. Het sneertje moet zo staan, de kink moet afgeregeld worden van tevoren. Ja, die zijn er zeker, maar ik moet zeggen dat het hier allemaal heel makkelijk gaat en heel gemoedelijk. En, als ze maar eens doen, dan moet het gaan. Ja, en ik zet altijd gewoon goed spul neer. Dus, ja. Ja, gisteren was dat Death Angel, dat was in die tent daar. Ja. Dat is met een dubbele kink, wat op zich heel lekker is om uit te mixen, weet ik van vroeger nog wel. Ja. Maar dat duurde echt een hele tijd. En de stage die het deed, was ook echt pok, gelijk bijstellen en dat soort dingen. Nu van de voordeel af, schrik je van, dit is de basisinstelling en daarna moet de drummer gewoon zelf zijn eigen tuning. Nee, ja, in principe, wat ik altijd doe is gewoon zorgen dat je goed klinkt. Mm-hmm. En als je goed klinkt, dan 9 van 10 drummers die zijn dan gewoon tevreden. Ja, ze komen weer bij je, dus het klinkt goed. Ja zeker weten. Dus het zal goed zijn. Ja, maar als je ene bent daar geweest, moet jij dan tussendoor weer iets doen? Ja, meestal help ik even met ombouwen. Oké. Okay. Omdat het wat makkelijk gaat en ik natuurlijk allemaal weet hoe het werkt. Maar En het is ook niet één set die er staat, je moet ook wisselen met dingen. Ja, nee, dus ze hebben verschillende setups. Dus de ene gebruikt 2 toms en de andere gebruikt 1 tom. En, de ene heeft wel zijn eigen snare mee, de andere niet. Oh, dat zag ik nog even naar. Hoe noem je dat? De tom. Ja, nee, maar die is dat snare. Ja. Zijn dat de stokjes? Nee, de snare is de. Ja, ik weet het. Met stokjes eet je? Ja, nee. En met de snare kun je voort. Ja, die stokken ken jij ook wel. Ik dacht nog even, zouden ze die zelf altijd meenemen? Ja, in principe, wat iedereen zelf meeneemt, zijn zijn eigen stokken. Ja. Zijn eigen bekkens, eigenlijk altijd. En meestal ook een eigen pedaal. Ik heb wel wat staan voor backup. Ja, die voelen allemaal anders. Ja. Dus je speelt toch het lijkt op je eigen pedaal. Maar dan komen we nog even op dat andere wat ik niet wist wat was en jij er geen ander woord voor wist. Snare drum. Weet jij een ander woord ervoor? Snare gewoon. Ik doe altijd kick, snare, tom 1, tom 2, tom 3. Ja, kleine tom noemen ze het nog wel eens. En hij doet net ook alle dagen zitten drummen in huis. Dat is niet zo, dat is niet. Ja, maar naast mij hoort het ook. Nee, ik dacht nog even van, want ik vroeg net van, stel dat er wat fout gaat, dan weet ik wel. Maar als je les geeft, is dat natuurlijk ook zo. Dan zitten er ook mensen te spelen op jouw instrumenten. Ja, dat klopt. Maar er kan ook niet zo heel veel fout gaan hoor. En anders lost het wel weer op. Ja, zeker. Wat is de jongste leerling die je hebt? De jongste leerling 5. Zo? Ja. En dat, die kan al, die heeft een klein drumstel of is het een beetje aangepast? Ja, nee, die heeft inderdaad wel een klein drumstel in dit geval. Ja. Maar ja, soms hebben leerlingen van 5 die het heel snel oppikken. En soms hebben leerlingen van 8 die nog met het hoofd heel erg anders bij zijn. Dus. En je oudste? De oudste 78 nou, denk ik. Nee! Ja, joh. Ja, joh. Ja, oh, wat grappig! Ik heb een mooie tafel oplopen, man. Of s'avonds. Ja, dat was ook heel grappig, want de eerste keer kwam ze met een jurk aan. Dat werkt niet zo goed met drummen. Maar leuk. Ja. Ja, lacht er maar om, maar het is toch wel knap of niet? Ja zeker weten. Strak hoor. Leuk. Daar zijn de munten. Iemand wil je munten kopen? Ik heb er nog een paar in, maar dat ben ik. Maar dat ben ik. Nee. Verheug je nou vanavond ook nog op speciaal iets wat optreedt? Speciale band die optreedt? Nou ja, ik vind het wel leuk, Dylana Smit. Dat is de drummer, Niels Boskuil. Dat is een klant van mij, dus dat ga ik zeker even kijken. Ja, hij speelt niet op jouw drum, maar die speelt in een andere. Ja, die speelt op zijn eigen drumstel. Ja, klopt. Hij werd een nieuwe. Dus ben ik ook benieuwd hoe dat is. Ja, absoluut. Waar komt de naam Rimshot eigenlijk vandaan? Want
ook eens, toen die witte bus dit nog voor het raam stond. Die naam, waar kom je dan aan? Rimshot, dat is een term, dat is een bepaalde techniek van slaan. En dat is als je de rand en de veld gelijk raakt, dan krijg je een hele harde knal. Mm-hmm. En dat is een rimshot. Meestal zijn de stokken er kapot. Ik heb dat hoop ik wel. Ja, ja. Dat hoort wel zo. Ja, zeker weten. Maar dat maakt niet uit, want ze nemen toch hun eigen stokken mee, hoor. Ja, precies, maar dan moeten we hem weer komen. Ja, ik kom het goed verhandelen. Geniet ervan. Ja, dankjewel. En leuk. Jullie ook. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar weer. Oké, dankjewel. Volgende live op dit